In deze video functies met een parameter en dit is een voorbeeld daarvan. En normaal gesproken staat er op de plek van de p een getal. En als ik die p nou vervang door het getal 2, dan krijg ik de volgende dalparabool. En je ziet dat je dan twee snijpunten hebt met de x-as. Ik kan de p overvangen door het getal 4. Dan zitten we dus boven de x-as, hebben we dus geen raakpunt, hebben we dus geen snijpunten met de x-as. En vervang ik p door het getal min 1,5, dan hebben we weer twee snijpunten met de x-as, zoals je ziet. Dus je hebt oneindig veel functies. Nou, laten we eens gaan kijken naar het geval dat p is 8. Dan krijg je dus fx is x² plus 4x plus 8. Nou, we weten dat een grafiek een dalparabool is. Dat komt omdat a groter is dan 0. Dus dat is het. A is het getal voor de x kwadraat. Nou, als er niks staat, dan is het een 1. En die is groter dan 0, dus je hebt een dalparabool. En als we de discriminant gaan berekenen, dan krijgen we dus b kwadraat, dus 4 kwadraat, min 4 keer 1 keer c. En dan krijg je dus min 16. Nou, min 16, dat is een getal kleiner dan 0, is een negatief getal. Dus dat betekent dat je geen snijpunten hebt met de x-as. En dan is dit dus de situatie. Gegeven is fx, en je ziet dat a is 2, b is min 6 en c is p. De a-vraag, voor welke p raakt de grafiek van f de x-as? Raken. Wat weet je nog van raken? Raken van de x-as, dat is het volgende. En dat betekent dus eigenlijk dat de discriminant gelijk is aan 0. Nou, we hebben a, we hebben b en we hebben c. We kunnen de discriminant berekenen. B is een negatief getal, dus die zet je tussen haakjes. Dus dan krijg je b kwadraat min 4 keer a is 2 en c is p. En omdat je te maken hebt met raken, moet de discriminant dus gelijk zijn aan 0. Nou, dat werk ik uit. Dus dan krijg je min 6 in het kwadraat is 36. Min 4 keer 2 keer p is min 8p. Nou, dan breng je 36 naar de rechterkant toe. En links en rechts deel je door min 8 en dan heb je p. P is 4,5. De b-vraag, voor welke p ligt het punt a op de grafiek van f? Nou, van het punt a weten we x en we weten y. Dus dat betekent, dat is een kwestie van invullen. Hè? Dus als ik die x vervang door een min 4, dan is mijn uitkomst 18. En we gaan berekenen voor welke p dat is. Dan we kijken naar die functie. En dan krijg ik dus 2 keer die min 4 moet in het kwadraat. Dus die moet tussen haakjes, want het is een negatief getal. Min 6 keer min 4 plus p is dus 18. Nou, dit gaan we oplossen. Dus dat is 32 plus 24 plus p is 18. Nou, voordat je het weet heb je p, want dat is dan 18 min 32 min 24. Dus p is min 38. En dan ligt a op de grafiek van f. Einde video, tot de volgende keer.